Mijn naam is Chris Kambi, chiropractor in Breda en in Nijmegen. Ik ga je vandaag vertellen over trigger points. En trigger points zijn de knopen in de spieren. En die kunnen we behandelen met de trigger point ballen. We hebben ze zelfs in verschillende kleuren, dus je hebt keuze zat. De doelstelling is om die trigger points aan te pakken, om de verzuringen eruit te halen en natuurlijk uiteindelijk de pijn weg te laten. In de komende video's gaan we uitleg geven over de meest voorkomende trigger points die we hebben en die uitstraling kunnen geven naar de arm toe, die kunnen pijn geven naar de nek toe of lokale pijn in de nek. Die kunnen zelfs bilpijn geven, lage rugpijn. Afhankelijk van persoon tot persoon hebben we verschillende trigger points. Ja. Een van de kenmerken van trigger point is dat we drukken op een bepaalde plek en dat we een uitstraling krijgen naar een bepaalde regio. En zoals we nu zien, ik druk nu op de gluteus medius, op een trigger point ervan, die geeft een uitstraling naar de pijn. Meestal voelen jullie de trigger point zelf niet, alleen als je met de ballen tegenaan gaat, maar als patiënt zijnde voel je wel die pijn in die bil. Als we kijken naar het andere voorbeeld, scalenium, gaan we drukken op die punten in de nek, dan krijg je de uitstraling naar de arm toe tot aan de duim. Dus je klacht zelf kan die pijn zijn in de arm naar de duim toe, maar de oorzaak zit in die trigger points. Dus om te volgen via de website, Facebook of YouTube kanaal, wil je toch een van die leuke ballen hebben, die zijn bij ons gekocht. Voor 9,95. Dus laat ons weten. Tot de volgende keer.